Voor nu, ja, volgens mij is het bijna een jaar geleden dat we voor het eerst een bijeenkomst organiseerden vanuit het Centrum Veilige Sport. Toen nog met een relatief kleine groep aanwezigen. En het is mooi om te zien dat zich voor deze bijeenkomst inmiddels al ruim 42 mensen hebben aangemeld. De rollen die de deelnemers vervullen zijn zeer divers. Er zitten bondsvoorzitters tussen, vertrouwenscontactpersonen, medewerkers van zedenpolitie, medewerkers openbaar ministerie en strafgriffies, maar ook tuchtrechters, aanklagers, onderzoekerstucht en juristen en advocaten. Eigenlijk allemaal personen die vanuit hun hoedanigheid betrokken kunnen zijn bij meldingen en signalen over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Wij als Centrum Veilig Sport werken dagelijks samen met diverse hulpverlenersorganisaties. En daarom is het denk ik ook goed dat vandaag medewerkers van Slachtofferhulp, Schadefonds Geweldsmisdrijven en Perspectief Herstelbemiddeling bereid zijn om te vertellen wie zij zijn en wat zij als hulpverlenersorganisatie kunnen betekenen voor ons in de sport. Juist door korte lijnen ben ik van mening dat we elkaar sneller vinden en kunnen we de slachtoffers beter begeleiden en adviseren. Als eerste wil ik dan ook het woord geven aan Slachtofferhulp Nederland. De presentatie wordt verzorgd door Ted Bokhorst, psychosociaal adviseur CEDE. Ted, mag ik jou het woord geven? Ja, natuurlijk. Goedemiddag allemaal. Ik ben, zoals al gezegd, Ted Bokhorst. Ik ben psychosociaal adviseur bij Slachtofferhulp Nederland. En ik heb CEDE in mijn portefeuille. En ik vind het heel fijn dat we zijn uitgenodigd. En ik hoop dat ik jullie iets meer kan vertellen over wat wij doen bij Slachtofferhulp voor slachtoffers. En dat daardoor de lijntjes inderdaad korter worden. En we de samenwerking kunnen aangaan met elkaar. Dan mag het naar de volgende dia. Nou, vandaag kijken we vooral naar van, goh, wie zijn wij? Dus daar ga ik iets over vertellen. Over het contact en over de vervolghulp. Wat doen we precies? Daar ga ik iets over vertellen. Nou, er zitten wat onderdelen in, namelijk het strafproces. Bij velen van jullie wel bekend, maar wat wij daar dan precies in doen, daar kan ik misschien iets extra over vertellen. Wat wij kunnen bieden op het gebied van schadeverhalen en de psychosociale ondersteuning, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is. Volgende dia graag. Nou, zoals u kunt zien zijn wij al een tijdje actief. Als bureau Slachtofferhulp, we zijn wel door de jaren heen behoorlijk veranderd en uitgebreid en geprofessionaliseerd. In 1984 was het vooral op lokaal gebied wat bureau Slachtofferhulp. En vanaf 2002 zijn we één landelijke organisatie geworden. Slachtofferhulp Nederland. Nou, er werken 1500 medewerkers. Op dit moment bij Slachtofferhulp. En daarvan is een gedeelte onbetaald. En een gedeelte betaalde krachten. We zijn landelijk dekkend. Waar we voorheen voornamelijk met alleen vrijwilligers werken, is het nu veel diverser. En hebben we ook een aantal veel betaalde krachten in dienst die ook de complexere casussen aankunnen. En ook betaalde krachten die vooral op juridisch gebied heel erg geschoold zijn. En dat maakt ons een zeer complete organisatie en kunnen we dus op het gebied van zedenslachtoffers ook op alle gebieden helpen. En we krijgen jaarlijks meer dan 200.000 aanmeldingen van slachtoffers van diverse misdrijven, verkeersongevallen, rampen, calamiteiten en vermissing. Volgende dia graag. Nou, contact en vervolghulp. Hoe ziet dat eruit? Nou, het eerste contact, dat kan op verschillende manieren plaatsvinden. We hebben wat we noemen de telefonische benadering. Dat is een actieve benadering. En dat doen wij vanuit ons, dus vanuit slachtofferhulp. En dat krijgen wij, we krijgen de aanmeldingen veelal van de politie.
En de politie vraagt dan aan het slachtoffer: goh, heb je er bezwaar tegen als we je gegevens doorgeven aan slachtofferhulp? Nou, als daar geen bezwaar toe is, dan wordt er eigenlijk een vinkje aangevinkt. En dan krijgen wij die melding door. En wij benaderen dan het slachtoffer binnen 48 uur. Daarnaast kunnen slachtoffers of verwijzers slachtofferhulp op eigen initiatief benaderen. En dan kom je eigenlijk altijd via onze centrale servicelijn binnen. En daar zitten professionele krachten die gewend zijn om telefonisch een aanmelding aan te nemen. En ook heel snel te kijken van, goh, is de persoon op de plek? En zo ja, kunnen we dat dan zo snel mogelijk weer uitzetten bij de diverse afdelingen? En daar ga ik straks nog iets meer over zeggen. Daarnaast kun je ook, als de drempel te hoog is om te bellen, wat voor sommige slachtoffers ook zo is, dan kan je ook een e-mailtje sturen. Of je kan een chat sturen, wat heel anoniem is. Of via social media. Dus we hebben verschillende manieren waarop je contact kan leggen met ons slachtofferhulp. Nou, vervolghulp, dat is dan eigenlijk het tweede stuk. Je bent eenmaal binnen, dan hebben we ook verschillende medewerkers die je kunnen gaan helpen. We hebben medewerkers van algemene dienstverlening en die zijn veelal onbetaald. Dat zijn vrijwillige krachten, heel gemotiveerde mensen met passie en die vaak al jaren dit doen. En dat maakt het vaak heel laagdrempelig voor mensen, omdat het, ja, het is een, het is iemand, zeg maar, die er voor jou wil zijn en naast je wil staan. Daarnaast hebben we medewerkers juridische dienstverlening. Dat zijn geschoolde mensen die alles weten van het juridisch proces, dus van het strafproces, maar ook van hoe kan je schade verhalen. Eigenlijk alle juridische vragen kunnen door de juridische dienstverlening worden geholpen. En dan hebben we de case managers. En de case managers zijn ook betaalde krachten en die doen vooral de complexe zaken. Volgende dia graag. Nou, we hebben drie vormen van ondersteuning. Emotionele en praktische hulp. Schadevergoeding en het strafproces. Daar kunnen we hem eigenlijk in onderverdelen. En de emotionele en praktische hulp is vooral, ja, als een incident heeft plaatsgevonden, dan komt er behoorlijk wat op een slachtoffer af. En dan is het fijn als iemand dat kan structureren en ook kan zeggen dat bepaalde gedragingen en bepaalde stressreacties, dat die heel normaal zijn. En daarin ook een lijn kan uitzetten voor een slachtoffer. Nou, schadevergoeding, daar zijn verschillende mogelijkheden. Wordt het een strafproces, dan kan dat via het strafproces. Wordt het geen strafproces, dan hebben we het schadefonds geweldsmisdrijven. Die komt vanmiddag nog meer aan de orde, dus ga ik niet te veel over zeggen. En het strafproces, dat is natuurlijk best belastend voor een slachtoffer. En er zijn een heleboel elementen die dan op iemand afkomen. En wij kunnen daar dan in bijstaan en ook uitleg over geven en iemand op voorbereiden. Nou, de uitgangspunten voor onze dienstverlening is maatwerk. En maatwerk betekent dat het wordt afgestemd op de behoeften, maar ook op de mogelijkheden van iemand en de individuele situatie van het slachtoffer. Dat is bij geen slachtoffer hetzelfde en dus zullen we altijd kijken wat daar in maatwerk is. En de volgende dia graag. Nou, emotioneel en praktische ondersteuning. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, ondersteunen bij het verwerkingsproces. En zo'n verwerkingsproces, dat is een proces, zeg maar, waar een slachtoffer, of die wil of niet, daar heeft hij mee te maken. En wij gaan vooral zitten op de veerkracht en de zelfredzaamheid van slachtoffers. Dus we, om het even te chargeren, we gaan niet het slachtoffer nog eens bevestigen in zijn slachtofferschap. We kijken waar zitten de mogelijkheden van het slachtoffer. Waar zit de veerkracht en waar zit de zelfredzaamheid. Dus wat kan een slachtoffer zelf? Waar heeft hij echt hulp bij nodig? Waar heeft hij uitleg bij nodig? En,
En dan gaan we aan de slag. Nou, informeren over normale reacties na een abnormale gebeurtenis. Dat is echt heel erg belangrijk voor slachtoffers. Slachtoffers ervaren bij zichzelf allerlei gedragingen, allerlei angsten, dingen die gebeuren met hun lijf, die ze niet bij hunzelf herkennen. En door daarover te praten, door een luisterend oor te bieden, maar ook vooral om te vertellen dat dat eigenlijk heel normaal is, kan dat de zaak al geruststellen. En dat is vooral wat in de eerste fase gebeurt. Daarnaast informeren en ondersteunen bij het invullen van verschillende formulieren en bij procedures. Een slachtoffer, op het moment dat hij aangifte bijvoorbeeld gaat doen, dan gebeuren er best wel heel veel dingen. Er worden ook heel veel dingen verteld aan slachtoffers. Niet elk slachtoffer kan ook alles, alle informatie ook opslaan. Is vaak soms ook alweer een gedeelte kwijt. En dan is het fijn als er iemand is die alsnog kan vertellen van, goh, zo gaat het. En dat is wat een slachtofferhulpmedewerker kan doen voor een slachtoffer. Soms moeten er ook formulieren worden ingevuld, bijvoorbeeld om je schade te verhalen. Dat zijn best ingewikkelde dingen. Soms krijgen ze ook formulieren waar best wel taal in staat die slachtoffers soms niet begrijpen. Onze slachtofferhulpmedewerkers zijn er uiteraard wel in getraind en kunnen dan alsnog uitleggen wat zoiets betekent. En daarnaast kan het zo zijn dat een verwerkingsproces, wij zeggen altijd, een verwerking, dat duurt een tijdje. Maar als bepaalde angsten en bepaalde gedragingen na 4 tot 6 weken niet zijn verminderd, maar eigenlijk erger worden of hetzelfde zijn gebleven, dan kan het zijn dat er gespecialiseerde hulpverlening moet komen. En dat is dus niet altijd noodzakelijk, maar het kan zijn dat het noodzakelijk is. En als dat dan noodzakelijk is, dan wordt er samen met de slachtofferhulpmedewerker gekeken. En het slachtoffer van, goh, wat is er nodig? En dan kan er een doorverwijzing plaatsvinden. Wij hebben een heel netwerk waar we naartoe kunnen doorverwijzen. En wij doen dat het liefst met een warme overdracht, als het nodig is. Dus nogmaals, ook dat is weer maatwerk. De ene slachtoffer kan dat zelf doen. Een ander slachtoffer vindt het heel fijn, zeker als er een bepaalde angst is en een drempel, dat iemand dat met hun mee organiseert en zorgt dat iemand op de juiste plek terechtkomt. Nou, daarnaast is er ook bij slachtofferhulp een mogelijkheid tot lotgenotencontact. En dat lotgenotencontact dat meerdere slachtoffers van seksueel geweld bij elkaar zitten met iemand die dat begeleidt. En dat kan heel erg helend zijn. En daarnaast kunnen we ook informeren, stel dat er behoefte is aan toch een verzoeningsgesprek of een bemiddelingsgesprek, of dat een slachtoffer behoefte heeft om toch de dader in de ogen te kijken. En dan kan er dus een doorverwijzing komen voor een slachtofferdadergesprek. En dat doen we met perspectief herstelbemiddeling. Die komen vanmiddag ook nog aan het woord. Volgende dia graag. Nou, zo'n schadevergoeding. Schadevergoeding is best wel complex. En het is ook best wel ingewikkeld om dat te doen. Informeren daarover en ondersteunen, dat is vaak wel noodzakelijk, omdat je toch wel bepaalde kennis moet hebben om dat te kunnen aanvragen. Nou, een aanvraag bij Schadefonds Geweldsmisdrijven, daarbij kan het schadefonds zelf soms iets betekenen, maar slachtofferhulp kan daar ook vaak bij helpen. Om het formulier in te vullen en om alles te verzamelen om zo'n aanvraag te doen. Nou, het helpen inventariseren van de schade is dan belangrijk. En het is ook belangrijk om dat al in een vroeg stadium mensen van op de hoogte te brengen. Dat ze bijvoorbeeld bepaalde zaken ook moeten bewaren. Als iemand naar een ziekenhuis moet,
daarvoor kosten heeft moeten maken, dan is het belangrijk om al die dingen te verzamelen. En dat kan je dan, als er een strafzaak komt, eventueel gaan voegen. En het dan dus van de dader eisen. Nou, soms zijn er ook gewoon praktische dingen, zeg maar, te verrekenen bij de verzekering. En ook daar zijn mensen niet altijd van op de hoogte. En ook daar kunnen onze medewerkers bij helpen. Volgende dia graag. Ja, nou, wat doen we dan precies in zo'n strafproces? Een strafproces is er natuurlijk niet altijd, maar als die er is, dan begeleiden wij bij het doen van aangifte bij de politie. Dat betekent niet altijd dat we erbij zitten, maar soms hebben slachtoffers willen ook weten van, goh, wat wordt er dan van me gevraagd? Of wat gebeurt er precies? En daarin, en er is soms ook een stukje nazorg nodig als er eenmaal aangifte is gedaan, want dat maakt nogal wat los. En dat psychosociale stuk, daar zijn onze mensen helemaal op getraind om slachtoffers dan ook daarbij bij te staan. Een groot gedeelte onrust wordt er al weggenomen als je informeert en uitleg geeft over de juridische trajecten en de slachtofferrechten. Sommige slachtoffers staan daar heel erg voor open, willen dat graag weten. Anderen willen dat stap voor stap horen. En ook dat is een inschatting van onze medewerkers van hoe we dat gaan doen. Nou, het voorbereiden en uitoefenen van spreekrecht en een schriftelijke slachtofferverklaring. Nou, wat is dat precies? Ja, gelukkig mogen slachtoffers vaak in ons strafrecht tegenwoordig gebruik maken van spreekrecht. En spreekrecht, dat houdt in dat zij kunnen vertellen wat het delict met hun heeft gedaan, wat het heeft teweeggebracht, wat voor schade het heeft veroorzaakt en wat het met hun heeft gedaan. Nou, dat kan op verschillende manieren. Dat kan letterlijk dat zij het woord nemen tijdens de rechtszitting. Maar het kan ook zijn dat ze een schriftelijke slachtofferverklaring maken en dat ze die ter plekke voorlezen. Wat ze ook kunnen doen is dat ze vragen of de medewerker van slachtofferhulp die slachtofferverklaring kan voorlezen. Want voor sommige slachtoffers is het te moeilijk om aanwezig te zijn. Dus er zijn meerdere mogelijkheden voor. Alleen dat voorbereiden, dat is ook belangrijk door al van tevoren en vooral in het begin van het proces al te weten van, goh, misschien wordt het straks een strafproces en misschien wil je dan gebruik maken van je spreekrecht. Dus schrijf nu alvast op de dingen die je meemaakt. Dat is best belangrijk om daar van tevoren al op te wijzen dat mensen ook niet vergeten wat ze allemaal doormaken. Nou, begeleiding voor, tijdens en na de strafzitting. U kunt zich misschien voorstellen dat het best wel wat losmaakt. Tijdens zo'n strafzitting kan je misschien weer oog in oog komen te staan met degene die het je heeft aangedaan. En dat doet iets met je. En dan is het fijn als er iemand is die je kan ondersteunen daarin. En het is ook fijn als iemand je voorbereidt dat er ook dingen gezegd worden die pijnlijk zijn. Die er misschien wel voor zorgen dat je de zaak weer opnieuw beleeft. Nou, als je daarop voorbereid bent, dan is het al minder lastig om daar te zitten. En achteraf is het natuurlijk heel belangrijk om dan goede opvang te hebben. Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen, wat bedoelen we daarmee? Nou, soms weten slachtoffers niet en soms weten ook andere partijen niet dat het belangrijk is om slachtoffers te beschermen. En dat kan soms heel letterlijk zijn beschermen van woon- of verblijfsgegevens. Dus dat die niet vermeld worden. Maar ook dat er een contact of een gebiedsverbod aangevraagd kan worden. Dus dat de dader niet in de buurt kan komen. Nou, daar kan ook onze medewerkers kunnen daar slachtoffers bij helpen.
Nou, daarnaast kunnen we informatie verschaffen en verwijzen naar een kosteloze slachtofferadvocaat. En dat is soms heel belangrijk, zeker in de wat complexere vragen, zodat ook het slachtoffer een verantwoording krijgt door een advocaat in het strafproces. Volgende dia graag. Nou ja, chronisch traumaverleden. Dan hebben we het over zaken die langer geleden hebben gespeeld. En ook dat speelt, weet ik, in de sport. He, soms lopen slachtoffers er jaren mee rond voordat ze er mee naar buiten komen. Gewoon omdat het ontzettend lastig is. En er zijn ook veel slachtoffers die te maken hebben van een afhankelijke positie. In de sport is dat ook zo. He, op het moment dat jij een sport bedrijft en jij bent afhankelijk van je coach om verder te komen. Dan is het misschien lastiger om ermee naar buiten te komen. Als er toch dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen. En slachtofferhulp weet dus ook dat als het langer geleden is, dan hebben wij dus een aparte afdeling. Dat heet chronisch traumaverleden. En daar zijn mensen in gespecialiseerd die dus weten hoe het is om jarenlang met een geheim rond te lopen. En het verwerkingsproces is dan ook anders. Omdat je dus eigenlijk langdurig in een stressvolle situatie hebt gezeten. En eigenlijk ook langdurig met misbruik te maken hebt gehad. Nou, net als bij alle andere zaken is een luisterend oor dan belangrijk. Maar ook kennis over de verwijzing naar psychologische vervolghulp. Want die is vaak dan nog belangrijker. En ook dan is er vaak geen strafrecht meer mogelijk. Soms nog wel tuchtrecht, maar daar weet u meer van dan ik. Maar strafrecht is soms dan lastiger. Ook omdat de bewijsvoering dan lastiger is. Maar dan is er nog wel steeds een aanvraag mogelijk bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. En daar zullen de collega's van het Schadefonds straks wat meer over vertellen, denk ik. En lotgenotencontact is dan ook nog steeds een hele goede optie. Dus dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Volgende dia, graag. Nou, zoals u ziet, ben ik al aan het eind van mijn verhaal gekomen. Ik kan u nog veel meer vertellen over wat wij doen en wat we specifiek doen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Maar dit is het algemene verhaal. En u ziet, mijn telefoonnummer staat erbij. Ik heb begrepen dat deze presentatie ook gedeeld wordt. Mocht het zo zijn dat u vragen heeft die u nu nog in de chat zou willen stellen, dan ik blijf nog aangehaakt en dan kan ik proberen die te beantwoorden voor u. En dan mocht u later, op een later moment nog met vragen zitten, u mag mij altijd bellen voor informatie. En dank u wel voor de aandacht. Ted, heel erg bedankt. Ik zit even te kijken in de chat. Volgens mij zijn er op dit moment geen vragen, of in ieder geval geen vragen gesteld. Ik kijk even in de app of mijn collega Serge nog vragen binnen heeft gekregen. Nee, hij heeft ook geen bijzonderheden. Dan wil ik je enorm bedanken, Ted. Heel erg graag gedaan. En dan gaan we nu verder met de volgende presentatie. Ook hier wil ik weer iedereen verzoeken de microfoon en de camera uit te laten. En dan wil ik zo het woord geven aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De presentatie wordt verzorgd door Monique de Groot, directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. En Jeroen Wandjes, dat is juridisch behandelaar en tevens ons aanspreekpunt. Monique, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging om hier wat te mogen vertellen over het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Zoals je al zei, we gaan de presentatie met z'n tweeën doen. Ik ben Monique de Groot en ik ben directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. En ik zal de eerste helft van de presentatie voor mijn rekening nemen. En zodra de details aan de beurt zijn, dan zal mijn medewerker Jeroen Warntjes het van me overnemen.
En Jeroen Warntjes is ook speciaal contactpersoon voor de sport. Is hij als zodanig aangewezen, dus ook hem kan je benaderen met vragen. De volgende sheet, die hebben we eigenlijk al gehad. Ik moet even alert zijn. Dit zijn onze namen inderdaad. En dan gaan we door naar... wat is het Schadefonds Geweldsmisdrijven nou eigenlijk? Wij zijn een organisatie. Wij zijn officieel onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar wel een zelfstandig onderdeel. Dat betekent dat wij in onafhankelijkheid van het ministerie beslissen op de aanvragen die bij ons binnenkomen. En wat wij doen, wij bieden erkenning aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. En wij doen dat door aan die slachtoffers een financiële tegemoetkoming te verstrekken. Dat is een eenmalige financiële tegemoetkoming. En daar gaan we zo nog verder op in. De dagelijkse praktijk werken wij veel samen met Slachtofferhulp Nederland. De collega die zojuist aan het woord was, die sprak daar al over. Veel van de aanvragen die bij het Schadefonds binnenkomen, komen via Slachtofferhulp Nederland naar ons toe. Dat is eigenlijk zo'n 60% van de aanvragen. Dat geeft ook wel aan dat wij een innige band hebben. Is ook al aangegeven dat Slachtofferhulp Nederland aanvragers ook kan helpen met het indienen van een aanvraag bij ons. In principe is dat ook niet zo heel erg ingewikkeld, een aanvraag bij ons indienen. Jeroen zal er straks nog wat dieper op ingaan wat wij voor informatie nodig hebben. Maar het aanvraagformulier is vrij eenvoudig. Wij hebben vooral informatie nodig over wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd, wat is er precies aan de hand geweest en wat heeft het met iemand gedaan. Desalniettemin kunnen er best wel veel emoties spelen bij het indienen van een aanvraag bij ons, omdat er natuurlijk iets vreselijks gebeurd is wat nooit had mogen gebeuren. En dan kan ondersteuning door slachtofferhulp ook prettig zijn. Die doen dat kosteloos en als schadefonds trainen wij medewerkers van Slachtofferhulp Nederland ook met enige regelmaat, in ieder geval jaarlijks, in ons aanvraagproces eventuele beleidswijzigingen die we hebben doorgevoerd en de laatste wetenswaardigheden. Bij de voorbereiding is aan de orde geweest of er ook rechtsbijstand vergoeding mogelijk is voor het indienen van een aanvraag bij ons. Die beantwoord ik meteen maar. Dat is niet mogelijk. Dat is omdat het aanvraagproces zo eenvoudig is dat dat in principe ook zonder rechtsbijstand moet kunnen. Andere partners waarmee we veel samenwerken, dat zijn ook mensen die ook deelnemen aan de webinar vandaag. Vooral mensen van de politie. Met het onderwerp waar we het vandaag over hebben, is dat vaak de zedenpolitie, openbaar ministerie. Dat zijn ook organisaties die voor een deel naar ons doorverwijzen, maar ook organisaties waar wij informatie van krijgen om mee te nemen in onze beoordeling. Wij richten ons vooral op instanties die naar ons kunnen doorverwijzen. Zoals politie, openbaar ministerie en Slachtofferhulp Nederland. Maar ook mensen in de zorg. En via dit webinar ook kunt in de praktijk te maken krijgen met een slachtoffer waarvan u denkt, dat zou misschien wel wat kunnen zijn bij dat Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dus vandaar dat we informatie aan u geven om duidelijk te krijgen van dit zijn zaken waar u voor bij het schadefonds terecht kunt en dit zijn dat niet. De volgende sheet alsjeblieft. Wat gaat deze presentatie voor de rest brengen? Ik zal straks als eerste iets zeggen over de doelgroep die bij ons terecht kan. Vervolgens gaan we het hebben over de voorwaarden voor een aanvraag bij het schadefonds. Jeroen zal vooral vertellen over hoe wij dan een aanvraag beoordelen, wat kansrijke aanvragen zijn. We hebben ook nog iets over minderjarige slachtoffers, want dat komt in de sport natuurlijk ook vaak voor. En als gezegd, als er vragen zijn, laat die vooral via de chat weten. Dan kijken we of we die meteen kunnen beantwoorden. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen we die altijd nog in een soort van veelgestelde vragen en antwoorden op een later moment beantwoorden. Kunnen we naar de volgende sheet. Voor wie is het schadefonds nou eigenlijk? Zijn er twee hele belangrijke criteria die daarbij van belang zijn. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een slachtoffer van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.
Daar kan je volgens mij hele boeken over schrijven. Wat is nou een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf? En ik probeer het eenvoudig uit te leggen. Er gebeuren natuurlijk in het dagelijks leven en ook in de sport heel veel dingen die niet gewenst zijn. Hè? Daarstraks werd ook genoemd grensoverschrijdend gedrag. En dat kan heel vervelend zijn en dat kan heel naar zijn. Maar grensoverschrijdend gedrag is niet altijd een geweldsmisdrijf. Sterker nog, grensoverschrijdend gedrag hoeft niet altijd een misdrijf te zijn. Dus van de hele brede categorie van ongewenst gedrag zijn wij er in alle eerlijkheid maar voor een klein deel. Namelijk de geweldsmisdrijven. Dus dat zijn gedragingen die strafbaar zijn en die ook nog gepaard zijn gegaan met geweld. Want je kan je voorstellen dat er heel veel situaties zijn die heel naar zijn, maar waar er geen geweld is toegepast. En dan denk ik aan dat mensen geslagen worden, dat ze onder druk gezet worden, dat ze bedreigd worden met geweld. Dat soort vervelende dingen. En het tweede criterium wat wij hanteren is dat er door dat geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel moet zijn toegebracht. En kunt u vragen, ja, wat is nou ernstig? Nou, ernstig is voor ons dat je meerdere keren een medische behandeling hebt moeten ondergaan door een specialist. En dat zijn zaken waarin het herstel wat langere tijd duurt of zelfs herstel niet mogelijk is. Dus dat geeft op twee onderdelen aan dat het om de meest schrijnende gevallen gaat. Voor de presentatie van vandaag, u kunt denken aan zaken als aanranding, verkrachting, langdurig seksueel misbruik van sporters, bijvoorbeeld door een instructeur, maar ook mishandeling en bedreiging op of naast het sportveld. Wij hebben een duidelijk omschreven doelgroep, die staat ook in de wetgeving die over ons gaat. Dat zijn in de eerste plaats de slachtoffers, zoals ik net heb uitgelegd. Nabestaanden van mensen die door een geweldsmisdrijf om het leven zijn gekomen, die kunnen ook bij ons terecht voor een tegemoetkoming. Naasten van mensen die door een geweldsmisdrijf ernstig en blijvend letsel hebben ondervonden. Of mensen die getuigen zijn geweest van een geweldsmisdrijf en daardoor ernstig letsel hebben opgelopen. Maar ik denk dat voor vandaag de categorie slachtoffers de meest voorkomende is. We kunnen naar de volgende sheet. Daar hebben we wat zinnen uit een interview opgenomen. En die geven eigenlijk best wel heel goed weer wat wij doen. Wij geven een financiële tegemoetkoming, met de nadruk op tegemoetkoming. Het is niet bedoeld als volledige schadevergoeding. Die ambitie heeft het ook absoluut niet. Wat wij wel doen, wij nemen bij de behandeling een hele persoonlijke benadering in acht. Dat betekent onder meer dat wij met alle aanvragers op zijn minst één keer bellen. Om op die manier persoonlijk mensen persoonlijk in staat te stellen om hun verhaal nog met ons te delen. Dat is overigens niet verplicht. Hè. Je kan op het aanvraagformulier aangeven wat er is gebeurd. En als je voor de rest geen telefonisch contact wil, dan hoeft dat ook niet. Maar wij merken in de praktijk dat mensen het heel prettig vinden om met degene die de aanvraag in behandeling heeft nog even door te nemen. En dat biedt ook de gelegenheid voor mijn behandelaars om nog wat vragen te stellen over dingen die misschien niet helemaal duidelijk zijn. Maar dat, nou ja, mensen geven aan, dat geeft ze een goed gevoel om dat nog eens even telefonisch toe te lichten. Andere ding wat wij in acht nemen is dat als er een beslissing genomen wordt, dan proberen we die ook goed op papier te zetten. Dat zijn geen standaard brieven die wij sturen. In elke zaak wordt nadrukkelijk op het individuele geval ingegaan en wordt goed gemotiveerd waarom er een uitkering wordt verstrekt. Ja, soms wijzen we natuurlijk ook wel eens af en dan motiveren we dat ook duidelijk. En wat maakt dat iemand een bepaald bedrag krijgt. Nou, onze digitale informatie die groeit ook met de dag. We hebben inmiddels een buitengewoon fatsoenlijke website, mag ik wel zeggen. Er kan ook via elektronische manier formulieren worden ingediend. Dus dat is volop in ontwikkeling. Dat eigenlijk over deze pagina. Dan ben ik alweer aan mijn laatste sheet toe en die gaat over nog wat meer informatie over de eenmalige tegemoetkoming.
Die eenmalige tegemoetkoming die is er om zowel de immateriële schade als de materiële schade, om daar een bijdrage in te leveren. Wat ik al zei, het is geen volledige schadevergoeding, maar het kan wel helpen. De bedragen die wij uitkeren, die variëren van een minimum van 1000 euro tot een maximum van 35.000 euro. En dat hebben wij in 6 schalen onderverdeeld. En afhankelijk van de ernst van het misdrijf en de ernst van het letsel, wordt een aanvraag in een van die schalen ingedeeld en volgt de uitbetaling. Het bedrag is vrij te besteden. Daar hoeft geen verantwoording over te worden afgelegd. Dat mag iemand helemaal zelf weten. Wij horen uit de contacten met de aanvragers dat dat vaak wordt besteed aan het betalen van medische rekeningen die niet in de zorgverzekering zitten. Zoals mensen een basisverzekering hebben bijvoorbeeld. Er zijn mensen die daar een mooie reis van ondernemen of op die manier een nare periode in het leven af te sluiten. Er zijn mensen die het aan een opleiding besteden. Nou, dat is helemaal vrij. Waar we recent wel een doorbraak in hebben weten te bereiken is in het feit dat de tegemoetkoming geen rol meer speelt bij de bijstand. Ik weet niet of dat in de sport veel voorkomt, maar andere terreinen waar veel mensen die geen aanvraag wilden indienen omdat ze in de bijstand zaten en de gemeente onze tegemoetkoming dan wel eens van de bijstand aftrokken of mensen zelfs uit de bijstand moesten vertrekken omdat eerst onze uitkering moest worden opgesoupeerd. Dat vonden wij niet zo terecht, omdat we dan moeilijk de erkenning kunnen geven die wij nou eenmaal willen geven als schadefonds. En halverwege vorige maand is in regelgeving nadrukkelijk neergelegd dat dat geen invloed meer heeft. Dus dat vonden wij een mooie overwinning. Misschien nog wat cijfers als laatste. Het gemiddelde uitgekeerde bedrag wat wij verstrekken per aanvrager, dat ligt zo rond de 4000 euro. Wij handelen zo tegen de 7.000 en de 8.000 aanvragen per jaar af. En keren in totaal zo tussen de 21 en de 22 miljoen euro per jaar uit. Ongeveer 12% van de zaken gaat het om seksuele misdrijven. Het merendeel van de aanvragen dat betreft mishandelingen. Dat was mijn deel van het verhaal. Dan ga ik nu plaatsmaken voor Jeroen die de rest zal vertellen. Zo, oké. Volgende dia graag. Ik wil u graag meenemen in de beoordeling van een aanvraag bij het schadefonds. Ik wil het eerst even wat algemener houden. Vervolgens gaan we wat meer inzoomen op misbruik, seksueel misbruik om precies te zijn. Zullen we zien dat er wat bijzonderheden bij de beoordeling zijn. Volgende dia graag. Oh, eentje terug. Nog eentje terug. Nog eentje terug. Ja, dat is hem. Hier ziet u 6 vakjes. En eigenlijk staat hier al ons hele beoordelingskader. Eigenlijk het zijn het allemaal vragen die met ja beantwoord moeten worden. Alleen als alle vragen met ja beantwoord worden, hebben we hier te maken met een kansrijke aanvraag. In het overige geval eigenlijk niet. Eigenlijk is het dus zo simpel als dat. En alles wat ik hierna ga vertellen is eigenlijk gewoon de concrete invulling van één van deze criteria. Voor de rest van mijn verhaal zal ik vooral inzoomen op het allereerste blokje. De eis van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dus daar heb ik nu even snel doorheen. Daar heeft Monique natuurlijk ook al het een en ander over gezegd. Ernstig letsel heeft Monique ook al het een en ander over gezegd. Er moet altijd sprake zijn van ernstig letsel. Wij werken met een letsellijst. Die kunt u gewoon vinden op onze website. Dus die is ook voor iedereen inzichtelijk. Daar vindt u de belangrijkste richtlijnen voor het bepalen van de ernst van het letsel. En daar zult u ook zien dat wij het schadefonds een all-in bedrag uitkeert als er sprake is van ernstig letsel. En dat eigenlijk elke uitkering valt in één van 6 letselcategorieën met daarbij een vast uitkeringsbedrag. Nou, om het letsel te beoordelen kijken we eigenlijk naar
drie zaken. We kijken naar lichamelijk letsel, we kijken naar aantoonbaar psychisch letsel, maar een hele bijzondere categorie, en ook zeker als het gaat om misbruik, is het vooronderstellen van ernstig psychisch letsel. Er zijn eigenlijk allerlei categorieën misdrijven waarin wij zonder verdere onderbouwing aannemen dat iemand die daarvan slachtoffer wordt zonder meer ernstig psychisch letsel heeft opgelopen. Ook al is zo iemand misschien helemaal niet in behandeling bij een psycholoog en is dat dus medisch gezien niet eens aantoonbaar. En seksueel misbruik is wel een hele belangrijke categorie waar we dat doen. Dus vandaar dat ik ook wel ruimte zie om dit verhaal, korte verhaal, vooral te focussen op de aannemelijkheid. Want daar zitten echt de haken en de ogen als het gaat om misbruik. En als die haken en ogen opgelost zijn, dan is ernstig letsel dus eigenlijk min of meer wel beantwoord. Er mag geen sprake zijn van een eigen aandeel. Dat betekent dat... Oh, ben dat er nog niet hoor. Er mag geen sprake zijn van een eigen aandeel. En dat betekent dat een slachtoffer niet zelf iets gedaan mag hebben om een geweldsmisdrijf over zich af te roepen. Inzoomend op seksueel misbruik kan ik ook hier heel kort zijn. Bij seksueel misbruik vinden wij dat er nooit sprake is van een eigen aandeel. Dus de vraag geen eigen aandeel is in die zin heel vaak wel met ja te beantwoorden. Er is geen eigen aandeel, dus we kunnen door naar de volgende. Maar als het gaat om mishandelingen en dergelijke, dan kan het nog wel eens zijn dat we echt wat meer moeten weten over de eigen rol van een slachtoffer. En dan kan dat best in de weg staan bij een toekennen van een uitkering. Kan leiden tot een afwijzing. Kan ook leiden tot een korte op de uitkering. Een geweldsmisdrijf moet hebben plaatsgevonden in Nederland. Als support kan dat ook bij Caribisch Nederland. Schade mag niet op een andere wijze zijn of kunnen worden vergoed. Dat behoeft enige toelichting. Het schadefonds is uiteindelijk een vangnetorganisatie. Als schade op een andere manier kan worden vergoed. En allereerst valt misschien gewoon te denken aan degene die het heeft veroorzaakt. De dader of een verzekering. Het schadefonds is eigenlijk de laatste in het rijtje. Dus dat betekent dat soms een uitkering achterwege kan blijven. Maar dat is helemaal. Het kan altijd zo zijn dat wij een uitkering hebben gedaan. En dat er nog gewoon nog misschien wel mogelijkheden over zijn, bestaan om schade nog op anderen te verhalen. Dan kan het altijd nog leiden tot een verregeling. Een reden om te gaan wachten met het indienen van een aanvraag, zolang er nog andere mogelijkheden zijn. Wij vragen niet aan aanvragers om die andere mogelijkheden eerst uit te putten en dan pas bij het schadefonds te komen. Dus in principe kan dat de dag nadat een misdrijf heeft plaatsgevonden, kan een aanvraag worden ingediend. Wij zijn er voor slachtoffers die na 1 januari 1973 slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf. Als het gaat om feiten die voor die datum hebben plaatsgevonden, moeten we die hoe dan ook buiten beschouwing laten. Dus daar zijn we heel streng mee. Als het gaat om... een aanvraag moet worden gedaan binnen 10 jaar na de gebeurtenis. Dus een geweldsmisdrijf. Zo staat het in de wet. Ik wil daar eigenlijk heel kort over zijn. We zijn daar eigenlijk heel erg soepel mee. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand pas na 10 jaar een aanvraag bij ons indient. De meest voorkomende reden is eigenlijk gewoon de meeste mensen hebben gewoon nog nooit van het schadefonds gehoord. Het is ook een hele klus om het schadefonds bij iedereen bekend te krijgen. Dus wij vinden ook niet dat we slachtoffers dat snel kunnen verwijten als ze nog nooit van ons gehoord hebben. En dan zal een termijnoverschrijding dus altijd verschoonbaar zijn. Zo nodig zullen we daar gericht navraag naar doen. Maar ja, kijk, ik denk uw rol als u denkt dat iets is voor het schadefonds, dan kunt u altijd zo snel mogelijk doorverwijzen naar het schadefonds. Dan heeft u in ieder geval uw best gedaan. En zal dat meestal ook gewoon verschoonbaar zijn. Dat zijn eigenlijk dus onze criteria. Even heel in het kort. Voor de rest van het verhaal ga ik me dus inzoomen op de eis van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Te beginnen met op de volgende dia. Als een aanvraag wordt ingediend, willen we om te beginnen eerst weten wat er is gebeurd.
Dat begint met duidelijkheid te krijgen over een feitelijke geweldshandeling. Dat betekent, we willen dus weten, is er sprake van iets wat we überhaupt geweld kunnen noemen? Waar de ondergrens van geweld precies is, daar kunnen we over discussiëren. Dat gaan we nou niet doen, maar onder omstandigheden kan dat een pijnlijk duwtje zijn. En het kan natuurlijk veel erger zijn. Even heel kort nog over sportspecifiek. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat iemand geduwd wordt tijdens een sportwedstrijd. Of dat dan een geweldsmisdrijf is, dat is altijd al lastig te bepalen grens. Waar eindigt een duw? Waar is dat geen onderdeel meer van het spel? Waar gaan we nou echt bewust op het toebrengen van pijn en letsel? Toebrengen van pijn en letsel, of een poging tot toebrengen van pijn en letsel, dat is eigenlijk waar geweld begint. Nou, als we weten dat er een geweldshandeling heeft plaatsgevonden, dan willen we afhankelijk van wat voor misdrijf naar verder precies hebben gegaan, willen we ook zoveel mogelijk weten over de aanleiding, de toedracht en de omstandigheden van het misdrijf. Dat heeft vooral te maken met de mogelijkheid dat ze echt duidelijkheid nodig hebben over de eigen rol van een slachtoffer. Dus eigenlijk meer zit dat meer in de sfeer van het eigen aandeel. Maar goed, aanleiding, toedracht, omstandigheden, zeker als het gaat om misbruik, zijn er ook. Zult u zien zo meteen verder in mijn verhaal ook dat er heel veel dat nog best wel bijzondere aspecten regelen waar we gewoon duidelijkheid over moeten krijgen om überhaupt te beoordelen of een handeling als een geweldshandeling gezien kan worden. Dus dat zijn wel communicerende vaten, al die eisen. Volgende sheet graag. Voor het schadefonds is bewijs geen vereiste. Voor ons is van belang dat aannemelijk is dat iemand slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf. En dat is wat anders dan bewezen hebben dat iemand het heeft gedaan en dat er een motief duidelijk is. En zo zijn er best veel zaken waar met een beetje gezond verstand niet zozeer in hoeven te twijfelen of iemand slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf, maar dat wel aan kunnen nemen. Maar daar hebben we wel, als we daar niet per se bewijs voor nodig hebben, hebben we er wel objectieve informatie over nodig. En dat kan op zich best veel zijn. In heel veel gevallen vinden we een aangifte eigenlijk wel een absoluut minimum vereiste. Maar ook dat is niet in alle gevallen. Zeker bij misbruik is het gewoon vaak zo dat het niet verder komt dan een intakegesprek, informatief gesprek. En dan strandt het. Of dat iemand zich nooit tot de politie wendt. Maar wel tot een psycholoog of veilig thuis. Het kan natuurlijk op de kinderbescherming, ook bij huiselijk geweld valt heel veel te denken aan situaties die eigenlijk buiten de raden van de politie blijven. En die soms toch wel kansrijk kunnen zijn bij het schadefonds. Maar goed, een aangifte, dus meldingen, misschien een getuigenverklaring, beschikking van de rechtbank. Ja, een veroordelend vonnis maakt natuurlijk meestal wel heel veel duidelijk. En zo valt er eigenlijk aan heel veel zaken te denken die een misdrijf niet bewijzen, maar het voor ons wel voldoende aannemelijk kunnen maken. En dat kan dus genoeg zijn voor een uitkering, dus ik zou willen meegeven, niet helemaal blind te staren op het verhaal wat bij de politie bekend is. Want er zijn dus best daarbuiten best mogelijkheden. Dat wil niet zeggen dat het dan niet lastig is, maar dat is een ander verhaal. Volgende sheet graag. Geweldsaspecten. Nou, wanneer is er nou sprake van geweld? Ja, dat kan fysiek geweld, daar heeft Monique het ook al over gehad. En ik eigenlijk ook. Slaan, duwen, schoppen, bedreigen. Of bedreigen is eigenlijk al psychisch geweld. Maar dan gaat het wel echt om een gerichte bedreiging met fysiek geweld. Dat zijn nog simpele verhalen. Maar juist bij seksueel misbruik, en zullen we ook zien als we nog tijd hebben voor de casus, dat er heel veel haken en ogen aan zitten. Waarin andere omstandigheden dan fysiek of psychisch geweld eigenlijk bepalend gaan zijn voor de vraag of een handeling nu gewelddadig genoemd kan worden. Nou, dan bijvoorbeeld als we kijken naar de leeftijd van een slachtoffer, als het gaat om seksueel misbruik, dan is de grens jonger dan 12 jaar wel heel belangrijk. Als een kind jonger dan 12 jaar slachtoffer
betrokken raakt bij seksuele handelingen, vinden we dat altijd dat zo iemand slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf. Wij vooronderstellen een geweldsaspect, omdat iemand jonger dan 12 niet in staat is om de eigen wil te uiten. En zeker als, als de dader dan aanzienlijk ouder is, dan is er altijd sprake van een overwichtssituatie die wij geweld noemen. Nou, dat verandert als slachtoffers, naarmate slachtoffers ouder worden, 13, 14, en steeds meer eigen verantwoordelijkheid toegedicht kunnen worden. Maar goed, dan kan nog steeds een heel groot leeftijdsverschil wel bepalend zijn voor de vraag of wij het dan geweld noemen. Het is ook echt een afhankelijkheidsrelatie, is ook lastig te definiëren, maar ook dat is wel een relatie waarin de ongelijkwaardigheid tussen twee mensen wel kenmerkend is en dat iemand minder in staat is om zijn eigen wil te bepalen en in die hoedanigheid betrokken raakt bij seksuele handelingen. Dat kan dus ook geweldsaspect opleveren. Ja, het kunnen ook allerlei andere omstandigheden zijn, maar het voert zeker te ver om dat in dit verhaal al mee te nemen. Volgende sheet graag. Ik wil even een casus. Ik moet hem even hebben. Hier. Ik zal hem even voordragen. We hebben te maken met een slachtoffer tussen zijn 14e en 16e betast dus voetbaltrainer. En die is 20 jaar ouder. Die voetbaltrainer geeft hem veel aandacht. En die aandacht mist het slachtoffer omdat zijn ouders gescheiden zijn. En hij zag zijn vader al niet zo vaak. Nou, die ontuchtige handelingen vinden plaats als het slachtoffer alleen met zijn voetbaltrainer in de ruimte is. Het begint dan met sportmassages en gaat dan steeds verder. Het slachtoffer voelt zich overdonderd en kon niet zeggen. Nou, dit is zo'n verhaal wat we vaak genoeg hier bij ons schadefonds binnenkrijgen. En dat moeten we natuurlijk beoordelen aan de hand van onze criteria. Wat zou er nou uitkomen? Ja, kijk, dit is eigenlijk precies waar we het in het vorige sheet over hebben. Daar zit al heel veel van die elementen in. Is er sprake van, laten we vanuit gaan dat het verhaal aannemelijk is, of er is een aangifte gedaan, misschien is er een veroordeling voor ontucht, dat hoeft nog steeds niet te betekenen dat het een geweldsmisdrijf is. Daar heeft Monique ook wel het een en ander over gezegd inderdaad, over grensoverschrijdend gedrag is niet per se geweld. Dus het is nog steeds dat we het geweldsaspect toe zouden kunnen schrijven. Het is nog steeds een extreme situatie, maar dat kan. Het slachtoffer was ouder dan 12 jaar. Dus het is, als daar seksuele handelingen zijn verricht, is het niet vanzelfsprekend dat we dat een geweldsmisdrijf vinden. Maar zo'n voetbaltrainer is wel 20 jaar ouder. Dat is een aanzienlijk leeftijdsverschil. Dat is al een belangrijk element in het bepalen van een geweldsaspect. Of het genoeg is, wil ik nog in het midden laten, maar we hebben hoe dan ook wel meer. Die gescheiden ouders, hè, de voetbaltrainer lijkt zich hier ook een beetje op te werpen als een soort vaderfiguur. En dat kan ook best bepalend zijn. Ja, zo'n voetbaltrainer moet sowieso beter weten dan het slachtoffer hier. Het slachtoffer is nog jong, voetbaltrainer aanzienlijk ouder. Hij maakt eigenlijk misbruik van zijn rol als trainer, door er ook eigenlijk misschien iets meer van te maken. En in die omstandigheden kan ik me nog best voorstellen dat we dit een geweldsaspect, dat we hier wel een geweldsaspect in kunnen lezen, door al die omstandigheden tezamen. Ik zou zeggen, hier is een geweldsaspect. Dus het is een geweldshandeling, het is een geweldsmisdrijf. Nou, aanleiding, toedracht, omstandigheden, daar zouden we dus meer over willen weten. We zullen misschien iets willen weten over de aard van de seksuele handelingen. Niet zozeer voor de vraag naar een geweldsaspect, maar wel voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Want als het gaat om dat vooronderstellen van psychisch letsel, dan is er sprake. Ja, dan moet er wel sprake zijn van, als er sprake is van seksueel binnendringen of niet. Dat is al heel erg van belang voor het bepalen van welke letselcategorieën van toepassing is. Maar goed, we zullen het ernstig psychisch letsel vooronderstellen. Dus aan die eis is voldaan. Er is sowieso geen sprake van een eigen aandeel, want het is seksueel misbruik. Nou, laten we vanuitgaan dat aan alle andere voorwaarden ook is voldaan. En dan zie ik best goed voor me dat dit slachtoffer een uitkering uit het schadefonds zou kunnen krijgen. Dat even over de casus. Volgende sheet graag. Bijna klaar.
Ja. nou, als u wat meer informatie over het schadefonds geweldsbedrijven wilt hebben, dan verschijnt zo meteen in de chat, of het is al gebeurd. Dan vindt u via deze links kunt u op onze webpagina het een en ander vinden over het schadefonds. En ook een digitaal magazine hebben we gemaakt dat echt ook specifiek over deze problematiek gaat. Dus ik zou daar vooral even in gaan bladeren. Volgende sheet. Nou, ik ben ongeveer aan het einde van mijn verhaal. Hier ziet u mijn contactgegevens. Ik ben dus ook contactpersoon NOC-NSF. Dus als u vragen heeft, kunt u altijd mij direct benaderen. Dat wil niet zeggen dat andere collega's u niet even goed vragen kunnen beantwoorden. Maar goed, ik ben aan het eind van mijn verhaal. Dus als u nog... We hebben één vraag via de chat. Ja. En dat is een vraag van Luc Pietersen. En die vraagt of het onderzoek van het instituut Sportrechtspraak kan worden toegelicht. En ik denk dat hij wil weten of dat ook voor ons voldoende is qua objectieve informatie. Goeie vraag. Ja, dat zou eigenlijk best kunnen. Kijk, of dat voldoende objectieve informatie is, kan ik niet op voorhand beantwoorden. Maar goed, het is natuurlijk het resultaat van een onderzoek naar een misdrijf. Het kan zeker een bijdrage leveren aan de aannemelijkheid van een geweldsmisdrijf. Misschien in combinatie met andere zaken. Misschien even goed een melding bij de politie. En soms is het gewoon echt puzzelen. En dan kunnen allerlei kleine stukjes bij elkaar zijn die nou net ons beeld van een misdrijf voldoende helder maken. Om een geweldsmisdrijf aannemelijk te achten. Ja, dus ook zeker dat. Ja. Zijn er nog meer vragen? Nee, Wil ik u hartelijk bedanken voor de aandacht. Nou, Jeroen en Monique, hartelijk dank voor deze presentatie. En bedankt ook voor het beantwoorden van de vraag in de chat. Ik zie dat Monique nog even in de chat de link naar het magazine deelt. Misschien ook leuk om te lezen, want er is een interview opgenomen met Mirjam Reijnen, onze coördinator. Dus klik vooral allemaal straks door. Hartelijk welkom allemaal bij dit onderdeel. We vinden het heel fijn dat we ook wat mogen komen vertellen over onze dienstverlening. En wat dat mogelijk voor slachtoffers van misbruik in de sport kan betekenen. We zullen ons eerst even heel kort voorstellen. Mijn naam is Greetje de Haan. Ik ben beleidsmedewerker bij Perspectief Herstelbemiddeling. Ik werk ruim 17 jaar in zorg en welzijn. En de laatste anderhalf jaar bij Perspectief Herstelbemiddeling. En de 3 jaar daarvoor heb ik bij Slachtofferhulp gewerkt. En mijn naam is Manon van Doorn. Ik ben nu bijna 10 jaar bemiddelaar bij Perspectief Herstelbemiddeling. En ik heb daardoor veel ervaring in de bemiddelingen. Ik ben van huis uit strafrechtjurist. Ik heb ook een tijdje werkzaam geweest binnen het Openbaar Ministerie. En dat is toch heel handig om die context te kennen binnen ons huidige werkterrein. Dan mogen we nu naar de volgende dia, wat mij betreft. Nou, dan als eerste even kort uitgelegd voor wie het niet weet. Wat is herstelbemiddeling? Wat belangrijk is dat het een vrijwillig begeleid contact is tussen direct betrokkenen van een ingrijpende gebeurtenis. Het begeleide contact, dat is in de meeste gevallen een gesprek, maar soms kan het ook zijn dat een bemiddelaar boodschappen overbrengt tussen twee partijen, als de partijen elkaar niet fysiek willen treffen. Een kenmerk van herstelbemiddeling is dat het zorgvuldig begeleid wordt door een professionele en neutrale, of we noemen dat ook wel eens een meerzijdig partijdige bemiddelaar. En die neutraliteit of die meerzijdig partijdigheid, dat uit zich in het feit dat de belangen van beide partijen belangrijk zijn in de bemiddeling. De bemiddelaar die streeft ernaar dat beide partijen er beter uitkomen dan dat ze erin gaan.
En ik zal ook nog even een toelichting geven op de term professioneel. Professioneel houdt in van dat de bemiddelaars allemaal een opleidingstraject doorlopen hebben. En ook een licentie bezitten om dit te mogen doen. En dat betekent onder andere dat ze een bepaald aantal bemiddelingen per jaar moeten doen. En wat ook heel belangrijk is, is dat wij werken vanuit de overtuiging dat mensen zelf kunnen bijdragen aan hun herstel. De volgende dia. Ja, voor wie is het nou precies? En wanneer kan je herstelbemiddelingen doen? Nou, het is eigenlijk heel breed. In de meeste gevallen gaat het om bemiddeling tussen slachtoffers en daders of verdachten. Maar er kunnen ook nabestaanden betrokken worden in de herstelbemiddeling, getuigen. Nou ja, allerlei mensen die, die te maken hebben gehad met een misdrijf. En dat kan kort of langer geleden zijn. En bij de misdrijven, dan zit daar ook bij seksueel misbruik en intimidatie of psychische mishandeling. Om de link te leggen met het misbruik in de sport. Want ervan uitgaande dat dat... de meest voorkomende, het meest voorkomende misdrijf is binnen de sport. Wat we ook doen is na ongevallen, verkeersongevallen en in mindere mate bedrijfsongevallen bemiddelen. En dan spreken we niet van daders of verdachten, maar dan spreken we van veroorzakers. En dan bemiddelen we met slachtoffers en nabestaanden en ook soms getuigen weer. Wat ook belangrijk is om te noemen is dat herstelbemiddeling via perspectief op elk gewenst moment kan. En het kan eigenlijk heel kort nadat het incident plaatsgevonden heeft of het delict. Maar soms krijgen we ook aanvragen van mensen bij wie het bijvoorbeeld al meer dan 20 jaar geleden is. Die toch heel graag nog een keer contact met de ander willen via de vorm herstelbemiddeling. Nog de volgende bladzijde. Dan, ja. Sommige slachtoffers van een delict voelen zich geremd in hun dagelijks leven. Ze zijn bang of boos en vragen blijven knagen. Daders van een delict laten vaak niet zien dat ze worstelen met wat ze hebben gedaan. Het kan zijn dat ze met schuldgevoelens rondlopen die hen belemmeren het leven op te pakken. Zonder het te willen zitten betrokkenen vanaf het moment van het delict vast aan de ander. Onze organisatie helpt met het verbreken van die ongewilde verbondenheid. Door slachtoffers en daders zorgvuldig begeleid met elkaar in contact te brengen, is het mogelijk die knoop te ontrafelen. Hoe gaat dat in zijn werk? Als een van de betrokkenen zich heeft aangemeld voor herstelbemiddeling, volgt een verkennend gesprek. Hier bespreekt onze neutrale bemiddelaar wat de wensen en verwachtingen zijn van het contact. Op welke vragen wil je antwoord? Wat wil je antwoord? Wat wil je bereiken met het contact? Hierna zoekt de bemiddelaar contact met de andere partij. Als deze ingaat op de uitnodiging, wordt ook daar een verkennend gesprek mee gevoerd. Als de verwachtingen van beide deelnemers op elkaar af te stemmen zijn, volgt voor beide een voorbereidingsgesprek. Hier wordt precies besproken hoe de ontmoeting eruit gaat zien. Een briefwisseling, pendelbemiddeling of videoboodschap zijn ook mogelijk. Het contact tussen betrokkenen is dus zorgvuldig voorbereid. Wie begint met praten? Of er handen geschud worden? En welke vragen worden gesteld? Zo krijgt een slachtoffer eindelijk antwoorden en kan een dader bijvoorbeeld spijt betuigen. Het hoofdstuk kan worden afgesloten. Na het contact zit onze rol erop. Ieder gaat zijn eigen weg. Opgelucht en onverbonden. Ja, het was leuk dat het filmpje toch gelukt is om het te laten zien. We wisten het niet zeker van tevoren of het zou lukken. Maar ik vind het zelf altijd wel een heel mooi, hele mooie film om te laten zien van hoe herstelbemiddeling werkt. Maar ook ja, wat het op kan leveren.
Het mag nu naar de volgende dia geklikt worden. Perspectief. Ja, op deze dia, daar zal ik niet zo heel veel aandacht aan besteden. Die hadden we er eigenlijk een beetje ingeplakt, omdat we niet helemaal zeker wisten of het filmpje ook goed zou lukken. Maar daar staan de stappen van de bemiddeling in beschreven, die net ook in het filmpje werden genoemd. Namelijk de fase van intake, de zorgvuldige voorbereiding en dan uiteindelijk het begeleide contact en de afsluiting van een zaak. Hij mag door naar de volgende dia. Wat is ook nog verder goed om te weten over herstelbemiddeling? Even heel praktisch. Voor de betrokkenen die deelnemen aan herstelbemiddeling zijn geen kosten verbonden aan bemiddeling. En ook voor de professionele verwijzers die hun cliënt aanmelden zijn geen kosten verbonden aan de herstelbemiddeling. Wij worden gefinancierd door de overheid hiervoor en daardoor zijn wij in staat om betrokkenen kosteloos herstelbemiddelingen aan te bieden. Wat ook belangrijk is, is van, dat zowel het slachtoffer als de verdachte, dader, pleger, veroorzaker, het initiatief kan van beide kanten komen. En het start eigenlijk op het moment dat een van de twee kanten aangeeft bij ons, ik wil graag onderzoeken of herstelbemiddeling mogelijk is. En op basis van die wens van de eerste partij gaat de bemiddelaar kijken of de tweede partij mee wil werken. Ja, in die benadering is het vooral van belang, hè, als je als bemiddelaar bij beide partijen komt, is om de wens en behoeften van beide partijen goed op elkaar af te stemmen. En, want dat kan natuurlijk verschillen. En daarom is het ook echt heel belangrijk om in het voortraject ook goed de verwachtingen te managen. Je ziet bij zedendelicten met name dat de beleving van partijen vaak ook wel anders is. Dat kan zijn dat iemand het ontkent of in ieder geval misschien wel een verantwoordelijkheid neemt voor zijn aandeel. Maar dat partijen niet op één lijn zitten wat de beleving betreft. Dat is op zich niet erg, omdat als beide partijen dat weten, kun je ook samen onderzoeken van wat willen partijen dan verder bereiken. Nou, ik kom dadelijk ook op de motivatie van partijen, van slachtoffer en of dader of verdachte. Dat zal ik dan nog nader toelichten, wat de beweegredenen zijn van partijen om deel te nemen aan een bemiddeling. Ja, wat ook heel belangrijk is, is te weten dat die gesprekken, die zijn vertrouwelijk. Althans, het hele traject is vertrouwelijk. Partijen die met elkaar spreken ook met elkaar af om de inhoud van die gesprekken vertrouwelijk te behandelen. Ja, het is natuurlijk wel zo in de praktijk dat we natuurlijk niemand de mond kunnen snoeren. Maar goed, je hoopt gewoon wel dat partijen door middel van die afspraak daar zich aan houden. Even kijken. Ja, dan mag je door naar de volgende sheet. Wat ook wel belangrijk is om te weten, ook met name bij zedenzaken, is dat we het tijdspad van partijen volgen. Dus als in het voortraject blijkt dat het niet het juiste moment is om met elkaar in contact te komen, in welke vorm dan ook, dan zullen wij gewoon, dan houden we het proces aan en gaan we op een later moment door. Het kan ook betekenen dat partijen bijvoorbeeld veel meer voorgesprekken nodig hebben om tot uiteindelijk in gesprek te komen met de dader. En dat is op zich natuurlijk ook prima. Aan de andere kant kan het ook zijn dat de dader meer voorgesprekken nodig heeft, omdat hij het heel spannend vindt en eigenlijk ook niet zo goed weet van hoe moet ik het dan verwoorden. En daarin kunnen we het in het voortraject ook een dader / verdachte helpen. Wat is nou die motivatie om deel te nemen voor een slachtoffer? Eigenlijk een van de belangrijkste is toch wel dat een slachtoffer antwoord wil opvragen. Het slachtoffer is vaak ook geen onderdeel van het strafproces. En dat betekent dat hij vaak ook niet direct de antwoorden krijgt. Ja, daardoor, / verdachte, was erbij en die kan juist wel al die antwoorden geven. Maar goed, soms is geen antwoord krijgen op een vraag ook een antwoord. En dan kan een slachtoffer dat dan ook alles laten rusten. Wat ook belangrijk is, vaak, maar goed, dat zal dan minder spelen in de sport waar
partijen elkaar, ga ik even vanuit, vaak veelal kennen. Dat je wil weten wie de andere partij is. Belangrijk ook voor een slachtoffer is om die erkenning te krijgen. Hè. Zoals net bij het schadefonds geweldmisdrijf hoorden we. Hè, dat een deel van die erkenning kan zitten in het verkrijgen van een geldbedrag. En dat is zeker zo. En daarnaast zie je ook dat partijen gewoon in contact willen komen met die dader. Om te laten weten van, nou, dit heeft zoveel impact op mij gehad. En weet je dat wel? En weet je wel wat je mij hebt aangedaan? En op zich wel leuk om te horen, is dat ik onlangs heb ik nog in een bemiddeling iemand verwezen naar het schadefonds. En die heeft toen ook vrij snel een uitbetaling gekregen, omdat de zaak was kant en klaar. En dat was ook al... die was gewoon kant en klaar. En dus kwam er snel antwoord. En toen vroeg ik, en dat was ook echt een dankbare tegemoetkoming, omdat er was inmiddels al veel geld besteed aan psychische hulp. En er waren veel kosten gemaakt. En ja, het gezin had het ook niet heel erg ruim. Maar toen gaf het hem wel het extra zetje om in bemiddeling te gaan met de andere partij. Omdat hij ook merkte dat dat niet genoeg was. Dus dat was op zich mooi voor mij in die zaak. Dat partij nu het idee had van ja, als ik nu, het is beter ook, of het is goed voor mij ook met de andere partij in gesprek te gaan. Want dat kan mij misschien ook wel helpen. Op die manier om met elkaar in gesprek te gaan, waarvan het gesprek is natuurlijk de meest effectieve vorm om resultaten te behalen, zie je dat de slachtoffer uit die rol van slachtoffer kan stappen en meer de regie kan nemen. Ook in een bemiddeling naast was er een jongen van 15 jaar die aanschoof. En die had uiteindelijk kort voor het gesprek besloten ook om echt aan te schuiven bij de dader. En die zag je gewoon in dat gesprek groeien en de regie terugnemen. En het was ook heel krachtig en vertelde wat het met hem allemaal had gedaan. En in de terugweg zat hij in de trein en vertelde hij zijn moeder van... ik vind mezelf heel sterk en ik vind de dader een zielig hoopje... nog wat, zei hij. Maar dan zie je gewoon dat dat direct door kan werken. En dat is gewoon heel waardevol. Maar wat ook een hele belangrijke is, is dat partijen elkaar willen zien voordat ze elkaar bijvoorbeeld zien op de zitting. Want zoiets hebben van, of dat een partij die dan het initiatief neemt, of in dit geval het slachtoffer, zoiets heeft van, ik wil wel graag weten hoe de dader erin staat, ik wil hem graag ontmoeten. Maar ja, ook in de sport en in de... waar dan ook, partijen komen elkaar ook vaak tegen. In veel zaken kennen partijen elkaar ook. En ja, hoe ga je dan met elkaar om als er toch iets ingrijpends heeft plaatsgevonden? En dan is het mooi om in gesprek met elkaar daar ook afspraken over te maken. Wat kan het opleveren? Uiteindelijk voor een slachtoffer ook dat je met minder angst en minder woede je... verder kan leven en ook toch ook een stukje kan afsluiten. Want dat is wel eigenlijk een hele belangrijke, dat afsluiten. En je ziet ook vaak dat ook bij zedenzaken dat het in contact komen met de dader een onderdeel is van het verwerkingsproces en ook onderdeel kan zijn van een therapie. En op die manier kan je dat stukje ook afsluiten. En wat je soms ook ziet in zedenzaken, is dat partijen dan in zo'n gesprek bijvoorbeeld een brief voorlezen. En dan kunnen ze gewoon heel goed, hebben ze van tevoren heel goed nagedacht over wat ze willen zeggen. En op die manier kunnen ze dan ook een hele verhaal kwijt, zonder achteraf het idee te hebben dat ze bijvoorbeeld iets zijn vergeten. Uiteindelijk ook het herstelgevoel van veiligheid kan ook bijdragen. Vooral als je met de dader in de ogen hebt aangekeken en die ook aangeeft van ik ben in de fout geweest, ik zal dit niet meer doen of ik zorgen dat ik wegga. Dus dat kan een slachtoffer het gevoel van veiligheid teruggeven. Dan mag ik graag de volgende sheet. Sesje, mag ik de volgende sheet? Zijn we nog te horen?
De volgende dia, Serge. Oh ja, dank. En voor de dader. Waarom zou een dader deelnemen? Vaak ook omdat het een kans is om je spijt te betuigen. Of in ieder geval verantwoordelijkheid te nemen voor jouw aandeel. Dat wil niet per se zeggen dat een strafbaar feit, dat bijvoorbeeld ten laste kan worden gelegd, dat hij dat daadwerkelijk in zijn geheel bekent. Maar hij neemt in ieder geval verantwoordelijkheid voor zijn aandeel. En dat weten andere partijen ook van tevoren. Vaak is er ook een hele sterke behoefte bij daders om hun kant van het verhaal te vertellen. Van hoe heeft het nu zover kunnen komen? En niet om dat als excuus te begrijpen, maar of als excuus aan te grijpen, maar om, om het slachtoffer ook gewoon mee te nemen van hoe heeft het nu zo uit de hand kunnen lopen. Nou, vaak hoor je ook wel dat daders zeggen van het minste wat ik kan doen is eigenlijk om is het antwoorden te geven op de vragen die het slachtoffer heeft. Eigenlijk om op die manier toch iets goeds te doen. Ook een belangrijke is om angst weg te nemen. En dat is voor het slachtoffer natuurlijk een hele belangrijke. Maar ook wel vaak voor een dader. Omdat je weet niet of de andere partij zint op wraak. Of hoe de omgeving van de andere partij reageert. Je ziet dat als daders of verdachten meedoen in een traject zoals, bij perspectief herstelde bemiddeling, dat al als een positieve stap wordt ervaren. En daarom zie je ook als men deelneemt aan zo'n traject, dat dan de kans is dat ze in de toekomst betere en andere beslissingen nemen groter is. En dus ook die kans op recidive dus verminderd. Het is vaak ook wel echt een bijzondere ontmoeting om elkaar te zien. En partijen vinden het ook echt spannend. Al is het in gesprek misschien niet zo heel spannend of qua delict betreft. Maar dan nog is het heel spannend om elkaar te ontmoeten. Want wat je ziet ook vaak is dat men beelden in het hoofd heeft gecreëerd van andere partijen die gewoon niet realistisch zijn. En vaak, en dat is mijn ervaring ook, is dat de partijen ook wel opgelucht naar buiten lopen. En dan met het doel dat ze hun doel behaald hebben. Even kijken, hoe zitten we in de tijd? Oh ja. Dus dat is eigenlijk een belangrijke. Hadden we al geantwoord op de vraag over de ontkennende verdachten? We hebben via de chat drie vragen eigenlijk binnengekregen. Twee van Liedewij van Lier en eentje van Peter Huisman. Even naar de vraag van Liedewij terug. Liedewij vroeg welk effect het heeft op herhaald delictgedrag, recidive. Daar is wel onderzoek naar gedaan vanuit de Universiteit van Maastricht. Kwam wel uit van dat er een verminderde recidive is. Ja, oké. En de tweede vraag van Liedewij, die had betrekking op van hoe gaat de bemiddeling als de verdachte de feiten ontkent? Nou, we kennen een paar contra-indicaties om bemiddeling op te pakken. En op het moment dat een verdachte echt alles ontkent, dan kunnen we ook nergens een gesprek over voeren. Dus het is in principe wel belangrijk dat een dader in ieder geval of een verdachte een stukje verantwoordelijkheid neemt. En dat er een stukje overeenstemming is over wat er nou gebeurd is. En met welke intenties en in welke context. Daar kan er natuurlijk verschil over bestaan. Ja, en je ziet wel in die zedenzaken dat het soms ook wel echt lastig is, want ze hebben gewoon een andere beleving. Dus dan staan partijen vaak wel recht tegenover elkaar. En dan kan het een wel eens niet eens worden in de bemiddeling. Ja, en dan stemmen we echt af van tevoren van oké, wil je dan nog met elkaar in gesprek? En wat is dan je doel? En dat zie je veelal bij jongeren die dan of een eerste seksuele ervaring hebben gehad die verkeerd is gegaan. Op een sportvereniging is het na het feest uit de hand gelopen. Waar men over elkaars grenzen is gegaan. Kijk, dan is het ook wel echt belangrijk. En dat zie je bij jongeren met name. Die willen dan vaak afsluiten en verder gaan. Om dat dan toch uit te praten met elkaar. En elkaar in te laten zien wat de gevolgen en de impact is geweest. Om vervolgens ook afspraken te maken met elkaar. Van hoe gaan wij nu met elkaar om als we elkaar zien?
onlangs had ik ook een bemiddeling waar partijen elkaar kenden van de voetbalvereniging. Ja, de een had zoiets van, jij moet maar van die voetbalvereniging af. En uiteindelijk in dat gesprek blijkt dan toch van, wij maken gewoon afspraken. Hoe gaan we met elkaar om? En wat je ook wel vaak ziet, dat partijen achteraf gewoon ook met elkaar afspreken van, we kunnen elkaar gedag zeggen, maar verder laten we elkaar met rust. En dat is wel waardevol. Ja, in die zaken waarin, vooral in zedenzaken waarin geen aangifte is gedaan. En waar partijen dat ook niet willen. Of althans het slachtoffer het niet wil. Maar wel, er moet wel iets gebeuren. Want partijen komen elkaar gewoon nog steeds tegen. Maar je kan dan wel ook zeggen van, als iemand zegt, bijvoorbeeld als de een zegt van, we hebben seks gehad. En ja. De ander zegt, we hebben het niet gehad. Kijk, ja. dan kan je geen gesprek voeren. Ja. Maar op het moment dat partijen zeggen van, ja, we hebben seks gehad. Maar de context daaromheen en dat daar zitten verschillende beelden om. Dan kan je wel een gesprek voeren. Ja, nee, dus dat, ja, en ook dat, het ligt wel echt aan de partijen. Maar ook dat, daarom is elke zaak ook echt wel maatwerk. En dat weten we ook. Dus ook als je zoiets hebt van, hey, dit is een zaak voor perspectief of ik twijfel eraan. Leg hem dan ook vooral voor. Omdat dat, het is gewoon, het is echt, alle zaken zijn toch wel, staan op zichzelf wat dat betreft. Zullen we naar de volgende sheet gaan? Kijk om te zien. Ja, dus op zich via onze site, en die is ook onlangs vernieuwd, kun je je aanmelden, kan de aanmelder of de verwijzer zich aanmelden. Ja, partijen kunnen zich natuurlijk zelf aanmelden, maar dat kan ook via een vertrouwenspersoon of via iemand, een therapeut of wie dan ook, die kunnen, of de politie, die kan ook verwijzen. Wij vinden dat zelf wel prettig, omdat we dan ook de verwijzer kunnen bevragen wat we moeten weten, wat relevant is voor de bemiddeling. En daarnaast kunnen we op de als het aan het einde van het bemiddelingstraject, zullen we de verwijzer ook altijd op de hoogte brengen of er, van het proces, of er een gesprek is geweest, of een briefwisseling, of een pendelbemiddeling. Dat is overigens ook het enige wat de verwijzer te horen krijgt, want de rest van het traject is vertrouwelijk. Dat doen we dan, dat kan een terugkoppeling zijn dat ze iets willen delen aan een bepaalde instantie. Bijvoorbeeld aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven heb ik ook wel terugkoppelingen verzonden waarin partijen graag iets willen terugkoppelen aan het Schadefonds ter ondersteuning van een aanvraag van een van de partijen. Ja, zoals ik al zei, bij vragen of twijfels, bel ons op en bespreek je casus met ons aanmeldpunt. En dan kunnen we kijken of het geschikt is voor ons om de zaak op te pakken. Dat was het, denk ik, hè? Ja, dat was het. Nou, heel hartelijk dank voor jullie aandacht. En nogmaals, ja, Manon zei het al, van twijfel je of we iets voor je kunnen doen, neem dan gewoon contact met ons op. Bedankt. Dankjewel. En Serge, bedankt voor het doorklikken. Manon en Geetje, heel erg bedankt voor de presentatie. Ja, dan wil ik eigenlijk nu komen tot een afronding. Ik wil eigenlijk de medewerkers van Slachtofferhulp, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en Perspectief Herstelbemiddeling echt enorm bedanken voor deze presentaties. Eén deze dagen zullen jullie ook per post een bedankje ontvangen. Waarschijnlijk een beetje oranje gekleurd. En ik hoop dat we elkaar in de toekomst vaker mogen ontmoeten. Daarnaast wil ik iedereen bedanken voor het bijwonen van deze voor ons eerste digitale bijeenkomst. Ik zal ervoor zorgen dat deze week ook de presentaties worden toegestuurd. Daarnaast hoop ik dat iedereen op 29 september weer inlogt voor deel 2 van deze bijeenkomst. Dan zullen een onderzoeker van het ISR en een vertrouwenscontactpersoon van NOC-NSF aan het woord komen over hun rol in de sport. Dus allemaal bedankt en tot ziens.